zegt Edwin Wennemars. Het zit er ook in. Vier hechtingen in de elleboog. Drie vouwen met een rondje onder de 28-0. Met name Wang. Witte met de opening. Hoog de rondje van 27-4. En daar gaat het met Gerritsen dit jaar niet goed. Die opening wil wel. Ze heeft ook al 10-3 geopend. Maar die volle ronde wil nog niet echt. Geen vlekkeloos seizoen. Disqualificatie. Val. Ja. Vorig jaar overal derde. Weken sprint en weken afstanden. Tweevoudig wereldkampioen. De 500 meter. Oudste van het wereldrecord. 37-02. Maar een week geleden. En gaat dat in je hoofd zitten? Geklopt door Baixing Wang. Maar van deze loting wordt ze niet nerveus. Denk ook niet van de 37-78. Ze kan Gerritsen hebben. Rijdt ook vaak tegen Gerritsen. Ja, Gerritsen is voor Wolfs niet het probleem. Het probleem is Baixing Wang. Ja, maar Gerritsen maakt ook vaak fouten. Kijken wat er gebeurt. Die starten wacht gewoon lang. Ja, maar Gerritsen ook niet lekker weg. Kan ze mee? Hoe lang kan Gerritsen mee? Opening van Wolf is 10-18. Dat is wel heel snel hoor. Fenomenaal 10-44 voor Gerritsen. Wolf die zit er bijna naast. Gerritsen goed naar buiten. Eigen lijn kiezen. Korte pasjes van Gerritsen. 37-78, de tijd van Wang. Hier komt Wolf met een betere opening. Nee. 38-03. De ronde van Wang was beter. En het verschil is wel groot hoor. Meer dan 2/10 ten opzichte van de Chinezen. Gaat zij hier ontroond worden? Want dit betekent dat ze op die tweede 500 meter behoorlijk sneller zal moeten zijn. Een kwartel. Ze verliest 4/10 in de volle ronde. Gerritsen met 38-60. Met name die laatste buitenbocht die was niet goed. Rondje 28-1. En Gerritsen staat nu zesde. Met nog twee vrouwen aan de start. Timmer intussen gezakt naar plaats 9. Voor een plakje. Een plakje brons. Wolf moet ook iets doen. Ja, 38-35 moet ze rijden om eerste te staan. Op dit moment. Mag geen probleem zijn. Dat gaat ook wel gebeuren, maar zij zal... Het gat van meer dan 2/10 is groot. Yin de nummer 7. 38-56. Wolf al eerder ontroond als wereldkampioen dit seizoen. Wereldkampioen sprint. Ja, twee keer achtereenvolgens won ze goud op de 500 meter. Ja, nu staat ze op zilver. Baixing Wang won nog nooit de 500 meter. Legt Wolf de lat hoger. De ronde viel tegen in de eerste omloop. Was maar 27-8. Terwijl de opening van Wolf zo goed was. 10-18. Kijk, ademen. Ja, rust in het gezicht. Het is een hele aardige vrouw. Slimme vrouw, studenten. Goeie opening weer, 10-23. Wat langzamer dan de eerste omloop. Maar als de ronde nu beter is... Ja, was een moeizame eerste bocht hoor. Wel hoog ritme, maar weinig afzetten. Jenny Wolf, kan ze de spanning in dit kampioenschap er nog inhouden? Moet ze ver onder de 38. Hier is Wolf in 37-72. Kijk naar de ronde, 27-4. 37-72. Dat is sneller dan Wang in de eerste omloop. Maar het verschil was 25-honderdste, dus meer dan 2/10 bij de eerste omloop. De vraag is of Wang nu nerveus gaat worden. Ook Wang zal voor de tweede keer onder de 38 seconden moeten. Ja. Gezien haar degelijke eerste 500 meter moet dat geen probleem zijn. Maar de spanning, gaat dat een rol spelen? Klassement nu 1, Wolf 2, Sangwali. En dan nog Boer. Die ook onder de 38 moet om überhaupt op, podium te op het podium te komen. Dus hier hangt het vanaf, hier valt de beslissing. Boer, een ijskouwe.
niet reëel eigenlijk om op het podium te komen. Nee. 37-96 heeft Bai Xingwang nodig. En dat is wel reëel. En verder zeg jij, heeft ze niet zoveel aan Wang? Hè? Boer. Nee, Wang is te snel. Boer moet haar eigen race rijden, niet gek laten maken. Maar dit telt niet. Ze heeft 37-92 nodig om Zhang Weili voorbij te zijn. Ja, dat gaat ze niet doen. Maar rijdt ze een goede race. Twee vrouwen met de snelste ronde de vorige omloop. Dus na de 100 meter. Als Boer een kansje wil maken, moet ze in de buurt blijven na de 100 meter. En ik moet zeggen, tot op heden, het gat is wel eens groter geweest. 10-78 voor Boer. Ja, dat is nou genoeg gelijk aan de eerste omloop. Ja, toen opende ze 10-79. Nou Boer, een super ronde. En dan heb je nog een klein kansje op brons. Wang houdt een grote voorsprong. Wang, goede opening gehad natuurlijk. Foutloze laatste buitenbocht. 37-96 heeft ze nodig om te winnen. Onder de 38 seconden dus. 37-96. Voor Wang, het wordt... Nee. Wang laat het liggen. Wolf prolongeert haar titel. Voor de derde keer op rij wordt zij wereldkampioene 500 meter. Op een moment dat ze er voor het eerst niet helemaal meer in geloofde. En wij eerlijk gezegd ook niet. Want... En dus... Voor haar, die druk, kan je daarmee omgaan? Ja, dus. Jenny Wolf. Misschien wel verlost van de druk, omdat ze dacht, nou, ik ga mijn titel kwijtraken. Ze was er al eentje kwijtgeraakt dit seizoen. De wereldtitel sprint. Over 500, 1000 en nog eens 500 en 1000 meter. Dit zijn twee 500's. Superieur bij de wereldbekerwedstrijd, maar daarbij aangetekend. Bij afwezigheid vaak van Bai Xingwang. Die heeft zich helemaal gericht... Op dit belangrijkste moment. Kevin Crockett, haar coach. De coach van Bai Xingwang zei ook, ze gaat winnen, let maar op. Maar dat soort uitspraken kun je niet doen. Misschien mag je het wel niet doen als coach. Je legt een torenhoge druk op de schouders van je pupil. Zeer populair ook bij alle trainers in Duitsland. Het is een vriendelijke vrouw. Maar soms een boze wolf.